aan, hier is Vissy weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En bij deze commentary hoort ook een hele vette giveaway. Maar daar ga ik het gewoon even zo over hebben. Ik ga het natuurlijk eerst hebben over de gameplay. Ik speel hier een potje free-for-all op de map Hardhead. En ik haal je uiteindelijk 30-6. En het potje duurt ook maar 4,5 minuut. Ik weet niet waar ik hem niet geüpload heb, want het was eigenlijk een opname voor de serie Road to 3 Minute Free-for-All. Die ik trouwens ondertussen wel gehaald heb. Dus ja, ik snap niet waar ik hem niet geüpload heb. Maar het is in ieder geval fijn natuurlijk om deze gameplay te kunnen gebruiken voor deze giveaway. Ik speel hier trouwens met de MP7 met Silencer en Extended Max. En daarnaast met de Perks, Sleight of Hand, Hardline en Sitrep. Sitrep gebruik ik eigenlijk heel vaak bij Free for All om gewoon de mensen goed te kunnen horen, zeg maar. Hardline gebruik ik heel snel, omdat een SMG, dat is al redelijk snel. Ook daar heb je niet echt Quick Draw voor nodig, vind ik zelf hoor. Maar, dus vandaar dat ik Hardline gebruik op een SMG. En in ieder geval na één kill heb je dan ook Assassin. Voordeel is natuurlijk in een potje free-for-all is dat, dat als mensen heel vaak een portable radar gaan gebruiken, dat jij dan meteen alweer niet meer zichtbaar bent op die portable radar. Vandaar dat ze dat altijd zo doen, zeg maar. 30-6 nogmaals is echt een super potje. Ik heb dus die serie gehaald. Ik zal ook trouwens even een linkje nog in de beschrijving zetten naar die gameplay toe. Want het was echt super snel. Het was 2 minuten 40 of zo. Dus dat haal ik nu natuurlijk niet zomaar. Vergeet natuurlijk ook niet even dat te kijken. Wat ga ik hier nog meer mee doen? Want ik zat erbij te denken van, ik vind het wel leuk om dat te houden. Hè? En misschien op een andere Call of Duty te doen. Het probleem is alleen wel dat, bijvoorbeeld Advanced Warfare... wordt niet zo heel erg goed bekeken, eigenlijk, zeg maar. Het wordt ook niet zo heel erg leuk bevonden om dat te kijken. Als je het trouwens wel leuk vindt, moet je dat ook even achterlaten bij de comments. Maar ik zat zelf te twijfelen aan Black Ops 2 of misschien Call of Duty Ghost. Want Call of Duty Ghost is wel iets snellere Call of Duty dan Black Ops 2, vind ik persoonlijk. Het probleem is eigenlijk alleen in die serie weet ik niet echt hoe lang ik erover moet gaan doen. Want ik speel niet zo heel vaak op die Call of Duty free-for-all. En ik zou het eigenlijk even moeten ondervinden hoe lang zo'n potje gemiddeld doet bij mij. En dan bijvoorbeeld daar, dan probeer een record tegenover te zetten. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik haal bijvoorbeeld 5 potjes in 4,5 minuten, Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik probeer het in 3,5 minuten. Dus daar moet ik even over gaan kijken en hoe ik dat, hoe ik dat wil gaan doen. Dus dat gaan jullie in ieder geval nog zien. En laat even achter misschien welke Call of Duty ik moet gaan doen. Dan gaan we nu hebben over, natuurlijk over de giveaway. Wat moet je daarvoor doen voor die giveaway? Nou, je moet natuurlijk liken, de video. Dat lijkt me logisch, ik kan het ook een beetje kijken van wie er liked en zo. Dat is ook gewoon heel erg belangrijk. En je moet natuurlijk even een comment plaatsen. Wat je ermee gaat doen met die giveaway. Want, ik probeer natuurlijk gewoon heel erg leuke giveaways te regelen voor jullie. En natuurlijk, dat is gewoon heel erg belangrijk, hè. Ik heb nou bijvoorbeeld ook de 20.640 subs bereikt. Nou, dat is toch wel hartstikke veel, hè. Dus, ik wil gewoon weten wat jullie mee gaan doen. Want, zulke giveaways, dat komt gewoon niet vaak op mijn kanaal. En, ik zou het zonde vinden als jullie het in een hoekje gaan leggen en het helemaal laten verrotten, bij wijze van spreken. Want dat vind ik gewoon hartstikke zonde. Dus laat het in ieder geval even achter bij de comments. Wat ik natuurlijk ga weggeven is natuurlijk ook erg belangrijk. Het zijn namelijk niet 1, maar 5 dingen. En het zijn namelijk 5 zakjes mayonaise. Het is relatief gezien best wel vet eigenlijk. Want het bestaat ongeveer, er staat 25% plantaardige olie op. Maar je moet wel rekening houden dat het gewoon zo'n 60% vet is natuurlijk. En mayonaise is gewoon een van de vetste dingen die je kan krijgen. Dus het is normaal 5 zakjes. Dus je kan er echt gewoon heel veel dingen mee doen. Ik wil in ieder geval zien wat jullie ermee gaan doen. Laat het even achter bij de comments. Laat ook je Twitter achter even bij de comments. Want ik ga morgen in ieder geval de uitslag bekendmaken via Twitter. En ik hoop in ieder geval dat jullie het even leuk vinden natuurlijk. 250 likes op deze video moet makkelijk kunnen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.